dat is waar. U kunt inderdaad hier wandelen over de landgoederen als u lid bent. Prima, veel plezier met de wandeling. Dag mevrouw. Hallo. Hallo. Ja, dit lijkt net een toneelstukje voor de televisie, maar het is echt waar. Ik ben nog geen lid van Natuurmomenten. Monumenten zelfs. Ik schaam me er een beetje voor, maar kan het nog? Natuurlijk kan dat. Als je dit invult, dan ben je dus lid van Natuurmonumenten. Kost het? Je kunt 35 gulden per jaar. Mooi. En je kunt hier wandelen omdat je lid bent van Natuurmonumenten. Ik mag er niet in als ik geen lid ben? Nee. Met name de landgoederen niet. Nee. Krijg ik nog korting op dingen? Of, op alle artikelen van de Groene Winkel krijg je korting. De Groene Winkel. Ja. En ik zou nou bijvoorbeeld wel een kaart willen van hier de omgeving. Kan ik die krijgen? Ja. Dat is mooi. Dit is de kaart. Mm-hmm. Hier ben je nu. Dit is Gooilus, hè? Het bos. En dan hier ga je over Schoonoord, Hilverbeek, Spaanderswoud. Dit zijn alle landgoederen. Mm-hmm. Heb je dat wel eens van boven gezien? Ik niet. Dat ziet er mooi uit. Goedemiddag. Goedemiddag. Mijn naam is Joost Bakker. Pieter Jan Hagens. Zal ik maar even naar boven komen? Ja, het lijkt me wel makkelijk te praten. Ja. Dus u bent opzichter hier? Ja, dat klopt, ja. Dat lijkt me nou een fantastische baan. Hier op je fiets, mooi weer, door het bos. Ja, dat is het ook wel. Zo ziet het publiek het over het algemeen. Die ziet ons fietsen door het bos. Maar, en u zelf? We doen ook nog wel iets meer dan alleen maar fietsen. Wat? Ja. Nou, we voeren het beheer over deze landgoeden. Dus we hebben ontzettend veel administratief werk. Met allerlei zaken, pachters, huurders. U zit ook heel vaak binnen gewoon? Ja, jammer genoeg wel. Ja. Ja. Vooral met dit soort mooie dagen, dan is het toch wel erg fijn om veel buiten te zijn. Ja. Daar speelt het zich ook af. U kent het bos natuurlijk heel erg goed, hè? Ja. Heeft het bos nou nog wel eens verrassingen voor u? Ja, elke dag weer eigenlijk. Ja? Ja. Want, je denkt dat je een terrein kent, maar er zijn steeds weer nieuwigheden. Daar is het de natuur voor. Zijn er nou voor jou als opzichter hier speciale problemen om rekening mee te houden? Ja, dat zijn er nogal wat. Maar ons grootste probleem is eigenlijk wel de kwaliteit van het water en de afname van de kwel. Dus door de enorme drinkwateronttrekking in het Gooi is de kwel vanaf de Utrechtse Heuvelrug naar dit gebied is enorm afgenomen. Wat is de kwel precies? Dat is het grondwater wat omhoog komt van nature. Dat wordt allemaal gebruikt voor drinkwater en daardoor verdroogt het hier? Min of meer verdroogt het hier. Dus we moeten nu constant water inlaten en wat van een dusdanige kwaliteit is dat we hier enorme algengroei krijgen. Dus de kwaliteit is een stuk minder dan dat kwelwater. Gaat het bos daaraan kapot of niet? Nee, het bos zozeer niet. Dat zijn niet de problemen. Maar wel de begroeiingen langs de oevers en de waterplanten. Dat gaat natuurlijk enorm achteruit. Maar nu zijn we gestart met een plan om dus het overtollige kwelwater vanuit bepaalde gebieden hierheen te brengen. En lukt dat? En dat lukt goed. Dus de kwaliteit van het water neemt weer toe. Dus de plantengroei wordt ook weer beter. Mooi. En hetzelfde probleem speelt zich af in het Nare Meer.
Daar moeten we dus vervuild vechtwater in laten om het peil op peil te houden van het Nadermeer. En daar hebben we een defosfateringsinstallatie gebouwd. Die haalt dus de fosfaat uit het water, waardoor we niet die enorme algengroei meer krijgen. Die merkwaardige glooiing daar, dient die ook nog ergens voor? Ja, dat is wel leuk. Dat is een overblijfsel uit de Engelse landschapstijl. Dat is een veekering met een droge sloot. Dus het vee kon niet vanuit het weiland in de tuin van het landgoed komen. Want koeien die klimmen geen 1,5 meter omhoog? Nee, dat kunnen ze nog steeds niet. Zullen wij een stukje gaan fietsen? Ja, laten we dat maar doen. Oké. Okay. Je zou zo de neiging krijgen om linksaf over te steken. Ja, het is net een gezond. Ja, zo'n dikke laag kroos ligt er op het water. Hoe komt dat? Nou, dat is echt waar we het net over hadden. Die verrijking van het water door de fosfaten en de stikstof die toch ook in het milieu terechtkomt. Verrijking, maar dus eigenlijk vervuiling, hè? Ja, de verrijking is in dit soort gebieden een vervuiling. Ja. Ja, dit is onze trouwe vriend die hier zit. Ja. Kijk, daar zit die bosuil. Zie je hem zitten? Goed kijken, ik kan hem zien, ja? Ja. Draait even met zijn kop. Hoe ben je die tegengekomen? Ja, dat is puur toeval als je die een keer ontdekt op zo'n plek. Hè? Ja. Hij heeft zo'n prachtige schutkleur. Het is net of hij één is met de stam. Ja. Wat is dit voor bende hier, Joost? Ja, dit is een boom die door de storm omgevallen is. Ja. 8 jaar geleden is die hier omgegaan met een voorjaarsstorm. En precies hier dwars door de laan heen. 8 jaar geleden al? Ja. En toen was voor ons de keuze, ja, wat doen we? Ruimen we hem op en maken we de laan weer open? Of laten we hem gewoon liggen? En die laatste keuze hebben we dus gedaan om hem te laten liggen. Waarom ruim je zoiets niet op? Er zit vast de bedoeling achter. Ja, omdat het natuurlijk een geweldig brok leven toch is, zo'n dode boom die hier ligt. Ja. Dat geeft prachtige paradox. Ja. Ja. Veel zwammen en paddenstoelen en allerlei dieren die hier weer van leven. Je hebt me eerder vandaag verteld dat een dode boom ook heel veel geld kan opbrengen. Een eik, 1500 gulden per kuub, zei je. Als het echt een hele mooie boom is, een waardevolle boom wat zaaghout betreft, maar dat is voor ons niet zo belangrijk. Nou, maar wat ligt hier, als dit nou een eik zou zijn, het is een beuk, maar stel dat het een eik was, zou die opbrengen? Ja, dan kan die misschien 2.000-3.000 gulden opbrengen. Maar ja, dan heb je ook nog de kosten van het weghalen. Ook dat nog. En wij zien het echt puur als de natuurwaarde en de landschappelijke waarde. Dat is voor ons veel belangrijker. Jullie hoeven geen geld te verdienen aan dode bomen? Nee, aan zo'n boom absoluut niet. Nee, zo is hij veel meer waard, tenminste voor mij. Je hebt liever dat mensen lid worden, 35 gulden betalen, dan dat je een dode boom gaat verkopen? Sowieso, dat is een ding wat zeker is. Ja. Wat heb ik nou nog niet gezien hier, wat ik absoluut wel moet zien, Joost? Je hebt heel veel gezien, maar wat toch wel heel leuk is, wat je toch moet zien, is de siertuin van Goorlust. Daar zou ik je aanraden om daar toch nog even te gaan kijken. Dat is echt iets aparts. Hallo. Hi. Pieter Jan. Joris Lutz. Aangenaam. Vieze handen. Nou ja, heb jij enig idee hoeveel planten hier nou staan? Nou, duizenden, honderden zeker wel. Ja? Ja. Kun jij ze allemaal uit elkaar houden? Oh, je, nee. Ik heb hier rondgelopen en je ziet het breedbladig klokje en het breedklokkig blaadje en de Cephalaria gigantea. Zeg het allemaal wat? Nee hoor. Wel zo langzamerhand dat ik er steeds meer leer kennen, omdat je steeds op de bordjes kijkt en... Ook steeds vraagt de mensen die het wel weten, maar ik heb absoluut geen verstand van planten. Je hebt gevoel met planten? Ja, ik vind het hier een prettige omgeving en ik kom hier graag. En ik vond het jammer dat het hier zo achterstallig onderhoud was. Toen ben je eens even flink gaan wieden hier. Ja, het stond in het blad van Natuurmonumenten, vroegen ze om vrijwilligers.
En ik had hier een keer gelopen en ik vond het zo jammer dat het zo onverwoekerd was. Ja. En toen kwam dat blad en er stond in van wij zoeken vrijwilligers. Dus de eerste keer dat het was, stond ik bij de poort om gras te komen trekken. En nou werk jij in de tuin van een ander voor niks? Ja. Is dat nou leuk? Nou, voor niks wil ik niet zeggen hoor. Nou ja, vrijwilligers, je verdient ja, niks. Ja, nee, maar ik bedoel, het is hier zo rustig, het is hier heerlijk. En dan gaat het vanzelf. Dan, en in mijn tuin ben ik zo klaar. En ik hou erg van buiten bezig zijn. En, nou ja, en het punt dat ik jammer vond dat hier zo achter was. Het is wel opgeknapt de laatste tijd. Ja hoor, we doen het nu 2,5 jaar en je ziet echt al verschil. Ja. Pieter Jan Hagens. Aangenaam, Pelsma. Dag meneer Pelsma. Ja. Net bezig met het paard? Ja, net aan het beslaan. Of tenminste, de smid is ermee bezig. Juist. Moet af en toe eens een keer, hè? Weer opnieuw ijzers. Hoeveel beesten heeft u hier totaal? Nou, ruim 90 beesten, denk ik. Groot en klein. En dan hebben we de honden en de katten niet meegerekend? Nee, de honden en de katten zijn niet meegerekend. Nee. Nou bent u dus boer midden in een natuurgebied, hè? Heeft dat speciale gevolgen voor u? Nou, eigenlijk niet. Kijk, want elke boer die leeft ook van de natuur natuurlijk en wij moeten leven van de natuur. Ja. Maar... wij moeten daar toch van leven. Tuurlijk. Maar betekent het nou bijvoorbeeld dat u een beetje voorzichtiger moet zijn met bestrijdingsmiddelen? Ja, die gebruik ik niet. Nee? Nee, ik gebruik eigenlijk geen bestrijdingsmiddelen. Andere boeren wel, hè? Eigenlijk hier in de buurt niet. Oh. Hier wordt weinig in bestrijdingsmiddelen gebruikt. Ja, ja, maar dus dat heeft niks met... Het is meer een graslandgebied hier zo. En dat heeft niks met natuurmonumenten te maken? Dat... Eigenlijk niet. Het is natuurlijk wel door de loop der jaren... je huurt iets van natuurmonumenten. En die stellen eigenlijk wel eens... nou ja, laat ik zeggen, als eis zal ik niet zeggen... maar eigenlijk niet te veel koeien per hectare. Ja. Of dat wil zeggen niet te veel dieren per hectare. Kijk, als je 1 koe per hectare hebt... Oh, dan vervuil je de boel, dacht ik, niet zo heel erg. Nee. Kijk, dan eet je ze meer het gras op. En wat er, de uitwerkers die er weer komen, nou, die zijn heel nuttig voor de grond. En om, laat ik zeggen, weer gras te laten groeien. Maar ja, misschien is het nou zo dat u liever meer koeien zou hebben? Of zegt u van, nou, dat maximum aantal wat zij stellen, dat vind ik ook wel best? Ik heb daar geen probleem mee, nee. Want kijk eens, je boert in wezen, je hebt weinig kosten. Je hoeft geen voer aan te kopen. Dus eigenlijk vervuil je het milieu niet. Ze kunnen gewoon het gras eten van het weiland. Het gras eten ze van het weiland. Ja, daar kunnen ze natuurlijk niet alles van hebben, want ze moeten winterdag toch wel een klein beetje biks hebben. Dacht hoor. Ik ook, ja. Ja. Ja, het is natuurlijk ook niet zo dat je zegt, zo vruchtbaar is de grond hier niet. Nee. Bent u hier verder in de bossen? Nou, ik ben meer op het land als in de bossen, maar ik ben wel bekend hier in het bos, want er komt er geregeld natuurlijk. Want dan leggen ook enkele percelen leggen hier in het bos. Thank you.
De slangenmuur is dit. En die wordt zo genoemd natuurlijk vanwege zijn vorm. Het is veel makkelijker om een muur rechtdoor te bouwen. Dus als ze hem zo bouwen, dan zal dat wel een bepaalde bedoeling hebben. De bedoeling die zit hem hier in de holte. In die holte komt wel het zonlicht, maar niet de wind. En daardoor stijgt de temperatuur daar. En dat heeft weer tot gevolg dat hier fruitboompjes kunnen groeien en rijpe vruchten kunnen geven die dat normaal in Nederland niet doen, zoals perziken en abrikozen. Goed, dan wordt het nu tijd voor een gesprek op niveau. Goedemiddag. Welkom. Meneer Wissemius, Pieter Jan Hagens is de naam. Pieter Wissemius, ga zitten. Zo, op bezoek bij de voorzitter. Hele middag gefietst, heb ik begrepen. Ja, onder andere met een opzichter, hier door het prachtige natuurgebied. En dat leidt eigenlijk meteen tot de vraag, zou u nou niet liever opzichter zijn hier dan voorzitter? Dat is toch veel leuker? Nou, ik ben een weekendopzichter dus in zekere zin. Hè. Ik ben een soort terreinwachter voor alle heideterreinen hier in de buurt. Als ik daar mijn wekelijkse hardlooproutes doe. En ik kan u zeggen tot mijn vreugde dat ze dit jaar weer iets beter waren dan vorig jaar. Ja, ja. Maar dat hardlopen, dat is uw hobby. Ja. En u combineert dat nu handig met natuurmonumenten. Nou. U bent wel een vrijwilliger natuurlijk, maar ja. Dan als voorzitter. Ja. Is het een leuke baan? Ja, je werkt met verschrikkelijk gemotiveerde mensen. Zowel in het apparaat, hè, mannen 400 hebben, als met die leden. Mannen 300.000, betoon ik. En dat is natuurlijk toch ontzettend leuk, omdat je samen aan iets werkt wat de moeite waard is. Ja. Nou was u hiervoor minister van Milieu. Het lijkt me een hele handige combinatie, hè? Voorzitterschap van Natuurmonumenten en minister van Milieu zijn geweest. Het heeft het voordeel dat je van sommige onderwerpen wat af weet. Maar pas op, er is wel, en dat is heel curieus, een soort onderscheid tussen milieu en natuur. Hè? Dat is pas de laatste serie jaren beginnen we eigenlijk serieus te beseffen dat eigenlijk twee delen van hetzelfde zijn. Vroeger heb je eigenlijk een beetje de lijn gehad, natuurbescherming, nou een beetje plat gezegd, was een hek eromheen en een bezoekerskaart. En op het moment besef je dat zure regen en uitdroging en broeikaseffecten zich eigenlijk helemaal geen klap van hekken aantrekken. En nou beginnen milieu en natuur in elkaar over te vloeien. Ja, dat zie je ook hier in het woud. Ja. Dat te maken heeft met grondwater wat eraan ontrokken is. Dus nu wordt duidelijk dat natuur en milieu meer met elkaar te maken krijgen. U heeft vast nog wel een paar contacten in Den Haag, waardoor u de zaak nog wat kunt bespoedigen. Als dat zou kunnen, want er blijft een geweldige hoop die bespoedigd moet worden. Hè? Als je het toonlijk leest in het NMP Plus, dus het Nationaal Milieubeleidsplan, dat er nog steeds daarin staat dat er een 80% van de bossen niet effectief beschermd is. Dat wil zeggen dat je in het jaar 2000 je een vraagteken moet zetten op 4 van de 5 bomen. Ja, nee, jongens, waar ben je mee bezig? Dat is natuurlijk totale waanzin. Dat kan niet. En zolang... Is het zo erg? 4 van de 5 ja, bomen? Ja, dat is merkwaardig geweest zelfs in een overheidsdocument. Dus dat is het beleid wat op het moment ter discussie staat. En zolang er zulke dingen zijn, zeg je, ja, we hebben wel wat te bespoedigen met elkaar. Daar heb je niet veel moeite mee. En nu we toch bij u op bezoek zijn, wat doet natuurmonumenten aan dat soort dingen? Dat soort nou, ons, laten we vooropzetten, onze hoofdtaak is het beheer van die terreinen. We zijn, ik geloof, de grootste particuliere landeigenaar van Nederland. We hebben 60.000 hectare. Ja. Dus dat is een verschrikkelijke hoop. Dus dat blijft onze hoofdtaak, dat beheren. Het tweede is, denk ik, voor al die leden, 300.000 stuks, ruim, om te zorgen dat die ook een soort plezier kunnen beleven. Wat voor vorm van plezier het maar is, die ze willen hebben aan al die terreinen, aan die natuur om hen heen. En de derde taak is met de andere natuur- en milieuorganisaties samen, om ervoor te zorgen dat er ook een belangenbehartiging plaatsvindt. Hè? Welke belangenbehartiging dan? Nou, wij trekken primair de kar van het terreinbeheer. Ja. En dat is een geweldige hoop te trekken nog steeds. Maar bijvoorbeeld de Stichting Natuur en Milieu heeft het voortouw. Die ondersteunen wij waar dat zinvol en mogelijk is. En die houden zich meer met milieuzaken? Die houden zich meer met milieuzaken bezig. Maar trekken ook mee aan de natuurkant. Hè? En daar zitten gelukkig een hele hoop anderen in. Het lopend van de provinciale landschappen, vogelbescherming, wereldnatuurfonds. Noem maar op. Het is een geweldige grote groep, hoor. Maar het belangrijkste is dat er, punt 1, meer mensen bereikt worden met dat denken over die natuur. Hè? Dat de mensen zo'n blad lezen als hier, dat is natuurbehoud, dat is het clubblad, het verenigingsblad. Maar dat ze dat lezen, dat ze erover gaan nadenken. Natte veenwijngebieden, veenweidegebieden, weten mensen er veel van de meeste. Heel belangrijk dat we erover nadenken, want dan heb je er wat voor over. En dat je die grote groep mensen ook kan zeggen, hey, pas op Den Haag of pas op provincie. Er zijn ook nog andere belangen. Het is niet alleen economie of dit en dat. Maar er is ook nog het belang dat we in een land leven waar we ons met elkaar prettig voelen. 35 gulden kost het, hè? 35 gulden. Ik ben vanochtend lid geworden. Ja. Wat levert mij dat nou op? Nou, u krijgt een serie dingen. Punt 1, dat u weet dat uw geld ook gebruikt wordt om
je natuur in Nederland beter te beheren. Dat is denk ik het belangrijkste. Ja. Wel is. Daarnaast voor Utrecht zelf, hè, wat krijg ik ermee naar huis als het ware, een serie dingen. Hier, we hebben zo'n handboek, maar daar staan al die natuurterreinen in het goede vaderland staan daarin, met een soort beschrijving. Krijg ik dat ook, het handboek? Ja. Gratis? Ja, dat klopt. Dan moest ik even nakijken. Dat was... Maar het klopt wel. En je krijgt dus dat lidmaatschap op het abonnement op natuurbehoud. Goed. Heel hartelijk dank voor de informatie. Het gaat nog verder op het terrein hier. Zijn er nog dingen die ik... Ja. Nou, er is één ding wat ontzettend aardig is. Dan moet u daar achterin, hier in het verlengstuk van het gebouw, moet u eens gaan kijken. Daar zit een ijskelder. En daar zitten eigenlijk weer vleermuizen voor het eerst. En dat is eigenlijk reuze aardig. Dat is kort geleden gerestaureerd. En dat is zeker de moeite waard om nog een keertje langs te lopen. Steun het natuurbehoud in ons land. Word ook lid door 35 gulden over te maken op Giro 9933 van Natuurmonumenten in 's Gravenland.